We zijn in de studio van Borne in Beeld. Welkom. Vandaag is mijn gast Natasja Kroese van Boom Afscheidszorg. Jij organiseert onder andere de seizoenswandeling voor mensen met verlies. Klopt. Maar vertel eens, wat is je achtergrond? Hoe kom je ertoe om uitvaartbegeleider of uitvaartverzorger te worden? Ja, daar gaat een verhaal inderdaad aan vooraf. Dat heeft te maken met het overlijden van mijn schoonmoeder, Addie Boom. En dat verklapt al meteen een beetje waarom ik het Boom Afscheidszorg genoemd heb. Dit is een eerbetoon aan haar mede. Ja. En ik kom ook heel graag in het bos. Daar kan ik lekker wandelen, maar daarover straks meer. En ja, dat is eigenlijk 22 jaar geleden. 4 november 2002 overleed zij in een heel kort tijdsbestek. En toen zat ik nog in de horeca. En zij zei tegen mij, Natasja, als jij een bruiloft kan organiseren, dan kan je ook mijn uitvaart organiseren. Ja, en dat heb ik gedaan en ik dacht, dat is eenmalig, dat doe ik nooit weer. Ja. Is niet helemaal gelukt, anders zat ik hier niet. Maar waarom heeft jouw schoonmoeder jou gevraagd dan? Nou, kijk, haar zonen, die wilden ze daar niet mee belasten, zoals zij dat zo mooi zei. En ze had zoiets van, nou, jij kan dat, dus dan ga ik jou vragen of jij dat voor mij wilt doen. Dat is het eigenlijk. En omdat jij in de horeca werkt, wil niet zeggen dat je ook organisatiekwaliteit hebt, maar... Nee, maar wij hadden op dat moment een eigen horecabedrijf. Oh, okay. En zodoende, daar organiseerden wij ook bruiloften en allerlei andere evenementen. Dus zij wist dat ik die kwaliteiten wel in mij had om dat te kunnen doen. Ja, ja. En de andere schoondochters waren niet gepasseerd? Nee hoor, de beide zonen, mijn man en mijn zwager, die vonden dat helemaal prima. En zij hebben die tijd ook extra kunnen benutten. Het waren 6 weken, 6 hele waardevolle weken waarin zij met hun moeder nog allerlei dingen hebben kunnen doen. Ondanks dat zij gewoon al die 6 weken in het ziekenhuis lag. Ja. Dus dan hebben zij, ik heb natuurlijk alles met hun overlegd achter de schermen. Ja. Maar voor haar was het van, ik kan aan Natasja alles vertellen. En dan komt het goed. Ja. En dan hoef ik het daar niet over te hebben als ik met mijn zonen een gebakje zit te eten. Of nog herinneringen over vroeger. Of nou ja, et cetera. Ze kan het loslaten. Ze kon dat loslaten inderdaad. Ja, dat was geregeld en dat was fijn. Ja. Maar er komt dus ergens in die periode, of waarschijnlijk, ik denk ook na die periode, hè, dat je schoonmoeders overleden. Dat er ergens bij jou in het achterhoofd gaat zitten van, kan ik dit als professioneel? Ja. Nou ja, weet je, dat is het grappige. Hè? Dat zaadje is toen geplant, alleen niet wetende dat het geplant was. En er waren mensen die tegen mij zeiden, ook tijdens de uitvaart, ooms en tantes zeiden, dan moet je wat mee doen. Dat heb je zo mooi gedaan, dan moet je wat mee doen. Nou ja, en zoals ik net al zei, ik dacht, 1 keer, nooit weer. Dat doe ik niet. Ondertussen een kleine en er kwam nog een kleintje bij. En weet je, dan gaat het leven van alle dag ook weer gewoon verder. Ja. En, maar toch, zo af en toe, dan kwam daar dat stemmetje dat zei, ja, moet ik daar iets mee? En iedere keer was daar weer een excuus. De kinderen te klein, kreeg een andere baan, gingen uit de horeca. Mijn man ging nog een opleiding volgen. Ach, het was nooit, de tijd was er nooit rijp voor. En ik werd eens benaderd door een uitvaartorganisatie of ik misschien voor hun wilde werken. Eigenlijk redelijk out of the blue. Ben ook op gesprek geweest, maar ik dacht, oeh, ik wil eigenlijk niet in dat keurslijf zitten. Ik wil niet in een keurslijf zitten waarin ik niet zelf met de familie mag bepalen wat er gebeurt, maar dat ik het volgens het verzekeringspakket moest doen. Maar hoe kwam dan dat uitvaartbedrijf bij jou terecht? Omdat de verzekeringsmaatschappij daar ook, mijn moeder, zeg maar mijn schoonmoeder, daar ook verzekerd was. Dus op die manier was ik met hun in aanraking gekomen. Ja, ja. Dus, en zij vonden mij wat lastig toen. Ja, heel veel eisen. Nee, ik had helemaal niet zoveel eisen, maar mijn schoonmoeder bijvoorbeeld, als je door de week bij mijn schoonmoeder een kopje koffie kwam drinken, dan kreeg je een koekje van de HEMA. En als je op zaterdag kwam, dan kreeg je een koekje van Gustav. En haar uitvaart was op zaterdag, dus dan moest een koekje van Gustav komen. Ja. Het is niet zo moeilijk, maar dat bleek toch wat lastiger te zijn. En dan neem ik het heft in eigen hand en bel ik zelf met het crematorium. Ja, ja. Zodoende. Dus dat vonden zij toen wat lastig. Maar aan de andere kant denk ik ook dat ik iets getriggerd heb bij ze, waardoor ze me toch benaderd hebben een aantal jaren later. En, maar ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. En toen kreeg ik een fantastische baan aangeboden in de marketing. Dus dat heb ik gedaan. Maar na 6, 7 jaar dacht ik, nee, dit is het ook niet. Dit wil ik niet tot mijn pensioen blijven doen. Ik moet nu misschien maar eens doen wat mijn hart zegt dat ik moet doen. Ja, en eigenlijk hebben mijn kinderen mij overtuigd, want die zeiden, mama, wij mogen alles worden wat wij willen. Ja. Waarom word jij nou niet wat jij wil? Ja. Ja, nou ja, dan moet je dan maar doen. Ja. En dat heb ik gedaan. En dat was in 2018. Ja, geen spijt?
Absoluut niet. Nee. Je begint met een glunder, hè, als je het hebt. Ja, het is een fantastisch mooi beroep. Heel dankbaar, ik krijg er ontzettend veel energie van. En voor mij is het mooiste beroep van de wereld. Ja. Met die mooie uitspraak sluiten we toch dit gesprek af. Dankjewel, Natasja. Nu weten we iets meer van jouw achtergrond. Ja. Dank voor dit gesprek. Bedankt voor het kijken. En gehoor gewoon. Borne in Beeld brengt het grote en kleine nieuws uit Borne. Wij zijn te vinden op radio, televisie, internet en social media. Voor meer informatie kijk dan op borneinbeeld.nl.